Ja. Vanaf 1 februari is Madeleine van Torenburg waarnemend burgemeester van de gemeente Nuenen-CA. Ik ging bij haar op bezoek voor een kennismakingsgesprek. Waarom bent u destijds in de politiek gegaan? Oh, dat was in 2007. Ik was directeur van een justitiële jeugdinrichting. En dat was de tijd dat er heel veel discussie werd gevoerd hoe je nou met ontspoorde jongeren om moest gaan. Is nou een kind een zielig kind, een ziek kind, heeft het zorg nodig? Of is het een rotzak, zoals ze dan vaak zeiden, die een gevangenisstraf verdient? Maar als je directeur bent van een jeugdinrichting en je ziet die kinderen, en hier ook in Nuenen, je ziet die kinderen van 13, 12 jaar, dan is het niet een slecht kind of een ziek kind. Dat is een kind dat zorg nodig heeft. En op dat moment waren ze daar zo ingewikkeld over in gesprek, dat ik dacht, ze moeten meer weten van de praktijk. Hoe ga je met die kinderen om? Wat kun je het beste doen? En toen heb ik gewoon een sollicitatiebrief geschreven. Ik wist eigenlijk niet hoe je politicus werd. Ik was daar nooit mee bezig. Mm. En toen dacht ik, deze praktijkervaring moet worden gehoord in Den Haag. En toen schreef ik een sollicitatiebrief. Toen dacht ik, maar aan wie stuur ik die nu? Yeah. Dat was best ingewikkeld. Aan wie stuur je een sollicitatiebrief om politicus te worden? Dus heb ik aan Balkenende geschreven. En toen werd ik uitgenodigd. En ik ben een beetje van de partij van het midden. Daar voelde ik me thuis bij. En toen had ik gesprekken. En dat was best een ingewikkeld gesprek. Want mijn eerste gesprek was dus, dit gaat niet de goede kant op wat jullie zitten te bedenken. Doorgaans word je daarna afgewezen. Maar in dit geval zetten ze me daarna op de lijst. En toen was ik politicus. U bent lang Tweede Kamerlid geweest. U bent nog steeds lid van de Eerste Kamer. U bent gedeputeerde geweest in de provincie Limburg. Waarom nu de gemeentelijke politiek? Getuige u ook uw sollicitatie in Den Bosch? Omdat eigenlijk de gemeente gaat echt over randvoorwaarden voor mensen. Het hele onderwerp veiligheid, zorg, datgene wat mensen die kwetsbaar zijn weer op de rails kan krijgen. Dat is eigenlijk waar ik het liefste werkzaam ben. Dat heb ik in het gevangeniswezen altijd gedaan. Daarna in de Tweede Kamer, altijd jeugd, justitie, die terreinen. Jeugdzorg. Toen werd ik gedeputeerd en heb ik tegen Johan Remkes gezegd. En tegen Johan zeg je geen nee als hij vraagt of je hem komt helpen. Toen zei ik, ja, maar ik ben geen provinciale bestuurder. Want mijn hart gaat niet kloppen van de ruimtelijke provinciale onderwerpen in alle eerlijkheid. Toen zei hij, wat wil je dan doen? Zei ik, eigenlijk sociaal domein. Dat is wat ik leuk vind. Nou, dan word je gedeputeerd in sociaal domein. Normaal gaat de provincie daar helemaal niet over. Maar in Limburg was het zo dat er eigenlijk geen grote dragende steden zijn. Dus toen de kabinetschef aan mij vroeg, zou je naar Nuenen willen gaan? Want daar hebben we binnenkort geen burgemeester meer. En we willen een rustige, goede opstart voor een nieuwe burgemeester. Wil jij die tussenperiode daar waarnemer zijn? Dacht ik, oh, dat is eigenlijk precies, dat zijn de terreinen waar ik warm voor loop. Dus heb ik ja gezegd. Nou ken ik mensen die waarnemend burgemeester zijn geweest en in dezelfde gemeente ook burgemeester zijn geworden. Is dat eventueel ook een optie voor u? Nee, en dat is om hele praktische redenen. Ik heb een gezin in Rosmalen met een dochter van 19 en een dochter van 21. En wij zitten net in een fase waarin ik niet wil verhuizen. En ik ben er echt van overtuigd dat een burgemeester eigenlijk vanaf dag 1 in een gemeente moet wonen. Je moet echt gaan over de dingen die je zelf ervaart. Dat heeft ook altijd gemaakt dat ik, toen ik lid was van de Tweede Kamer, in Brabant ben blijven wonen. Ik heb nooit een, wat ze mooi noemen, pied-à-terre gehad in Den Haag. Er zijn al zat Haagse Kamerleden. Ik wilde een Brabants Kamerlid zijn, die de kinderen naar school brengt, die daardoor moeders wordt aangesproken, die echt de dingen meemaakt die daar spelen. Want dan breng je dat naar voren. En dat kan je niet doen als je niet deel uitmaakt van de gemeenschap. In hoeverre kan de gemeente Nuenen profiteren van het feit dat u ook senator bent? Op verschillende manieren. Aan de ene kant heb ik een netwerk waardoor ik ook nu al de burgemeesters om mij heen vrij goed ken. Ik heb lang met Jeroen Dijsselbloem samengewerkt. Met de burgemeester van Helmond, Ellie Blanksma, jaren mee samengewerkt. Je kunt de mensen een beetje lezen. Dat maakt in de samenwerking uit, ook andere burgemeesters in de omgeving. Vervolgens zie ik dat
op dit moment, zeker nu tijdens de coalitieonderhandelingen, wordt heel veel gepraat over wat allemaal naar de gemeente is overgegaan. Al die gedecentraliseerde taken, daar horen dus knaken bij. Dat is de discussie die ik in Den Haag voer. Hoe zorgen we ervoor dat we het ravijn, wat ze vaak noemen, een nieuwe manier om de gemeentes te betalen, maar dat heeft een overgangsperiode met een enorme korting, nou onbespreekbaar als je kijkt naar de taken van de gemeente. Nou, die discussie voer ik nu. En tegelijkertijd zijn er een aantal wetten die gaan over informatiedeling van politie en gemeente. Die wetten behandel ik nu, dus ik weet precies wat ik wil dat ik kan delen met Jeroen, dat ik kan delen met Ellie, wat ik kan delen met de andere burgemeesters. Nou is nu een gemeente die tot de Brainport gerekend kan worden. Er is 2,5 miljard beloofd door de Rijk aan Brainport. In hoeverre denkt u als waarnemend burgemeester wat van de koek van Nune te kunnen meenemen? Dan zet ik hem nog een stapje terug. Brainport is eigenlijk Mainport geworden. Het is een van de grote motoren van Nederland. Dat is niet vanzelf gegaan. Een aantal Kamerleden, en ik kan zeggen dat ik daar een van ben, zijn echt continu op de trom aan het roffelen geweest om Eindhoven regio naar een hoger plan te tillen. Dus het feit dat het zo op de agenda staat, dat is niet vanzelf gegaan, laat ik het zo zeggen. Vervolgens zien we dat natuurlijk het draait om ASML en het grote bedrijf en de directe regio waar zij zitten. Maar wij zien wel dat als je in ASML 20.000 extra banen creëert en die 20.000 mensen moeten ergens wonen, dan betekent dat je de hele regio moet bestrijken. Dat betekent dus ook dat we hier aan de ene kant moeten zorgen dat we onze betaalbare woningen veilig stellen voor de mensen die in Nuenen geboren en getogen zijn. Want ik heb geen zin dat, dan zeg ik het misschien een beetje gechargeerd, maar dat mensen uit de hele wereld met diepe zakken hier de prijzen van de huizen opjagen. Dus dat moet je met elkaar beschermen. Dus dat is het spel wat we spelen. En tegelijkertijd moet je zorgen dat de infrastructuur op orde komt. Helaas hebben we niet een nette ruit rond Eindhoven gekregen. Is ooit er niet doorgekomen. Ja. Nu hebben we daar eigenlijk de wrange vruchten van. Maar dat betekent wel dat we moeten investeren in infra. En dat is niet alleen maar het kleine kringetje Eindhoven, maar dat betekent echt de regio. U bent per 1 februari aangetreden. U bent nu een paar maanden waarnemer. Hoe is het u bevallen? Ja, heel goed. Ik vind het heel mooi en ik hoopte al dat het zo zou zijn. En dat pakt ook zo uit. Dat het aan de ene kant hier een hele knusse, hechte gemeenschap is. Met heel veel vrijwilligers. Nou, jullie zijn er al een voorbeeld van. Mensen die echt voor elkaar het verschil willen maken. Tegelijkertijd zie je ook bussen van heine en verre, omdat wij wel een regio zijn waar een belangrijke schilder woonde en werkte. Dus het Van Gogh Museum, maar ook de plekken waar die heeft gezeten, die zijn interessant voor mensen. Dus het heeft het net wat bijzondere culturele wat daarbij zit. En tegelijkertijd heeft het de hele buzz van Eindhoven en alles wat ermee te maken heeft. Dus het is echt die drieslag dichtbij, cultureel waardevol en tegelijkertijd ook qua economie en infrastructuur echt ertoe doend. Dus dat maakt dat het heel leuk is om hier te werken. Iedere keer zit je weer op een ander schaakbord te schaken. En dat doe ik graag. Ik kan me zo voorstellen dat uw kennis of uw politieke vrienden vragen, wat is nu toch eigenlijk voor een dorp? Wat geeft u dan als antwoord? Het is een heel hecht dorp, waar mensen elkaar kennen. Waar mensen elkaar ook de waarheid zeggen. Vaak zie je, dat wordt wel eens gezegd van Brabanders en Limburgers, dat ze ja, soms een beetje een ons kent ons hebben. Maar hier is het wel hecht, maar wel open voor anderen. En dat vind ik heel mooi om te zien. En verder is het een hele mooie omgeving om te mogen werken. Ik zie dat u er ontzettend veel zin in heeft al. En ik wens u veel succes in uw waarnemingsperiode. Dank u wel. Leuk dat u er was.